Goedendag, mijn naam is Aard, ik heb een frequentieprogramma binnen enkel volgende frequentiepel. Hier een frequentie al gegeven, hier. We gaan nu een frequentieprogramma tekenen. Dat betekent, op de x-as van deze x-y-as, rechte hier, teken je de waarde van de x-i's. Dat is een waarneming. Een waarneming aan van 11 tot 16. Ik schrijf dus 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nu op de y-as gebruiken we de waarde van de affi's, van de absolute frequenties. De frequentieprogramma wordt getekend met de affi, hier de affi. We gebruiken dus de affi. Hier teken je de affi's. Van absolute frequenties. Dat gaat van 1, 2, 3, 4, 5. We hebben waarde van 2 tot 4, we maken betekent van 1 tot 5. Dan merk je, bij 11 heb je 3. Bij de waarde 11 heb je de waarde 3. Bij 11 teken je een punt bij 3. Bij 12 heb je ook een 3, teken een punt bij 3. Bij 13 heb je een waarde 2. Een 2 teken bij 13 een 2, de waarde 2. Bij 14 heb je ook 2. Ja, 14 heb je een 2. Bij 15 heb je ook een 2. En bij 16 heb je een 4. Bij 16 teken je dus 4. Nu, je begint altijd bij 0. Dus bij de waarde 10, in feite voor de 11 teken je een 0. En na de 16 heb je 17 teken je ook een 0. Dus je begint hem eindelijk altijd bij een 0. Ja, dus je begint bij een 0. Je gaat naar 11, 3, teken je een rechten. Dan van 11 naar 12 een horizontale rechten. Dan ga je een dalje een beetje, en dan teken je hier deze lange rechte van tot hier, en je eindigt hier. Je eindigt bij de nul altijd. Wat je nu hebt getekend is een frequentiepelagon bij een enkelvoudige frequentietabel. De frequentiepelagon wordt gebruikt met de kaffie, die gewoon een lijn, een lijn met de waarde. We gebruiken affi, je mag ook echter de relatieve frequenties gebruiken als je wilt. Wat kun je gebruiken? Waar heb je de meeste waarneming? Je merkt, de witte waarneming heb je de waarde 16. Waarom? Daar is de top van dit figuur. Dat is de meeste waarneming. Je mag ook RFI gebruiken. RFI, je kunt hier ook RFI gebruiken. Dus in plaats van getallen geef je dan procenten bijvoorbeeld. 1% zal 6,25 zijn. 2% was 12,5. 3 was 18,75. En bij 3 had je 18,75. Bij 4 had je 25%. Bij 5 heb je, als je uitrekent, 31,25%. Je kunt dus kiezen tot welke de RFI's. Vandaag, ik maak heel veel jullie, maar video's maken kost geld. Ja, ik heb daarvoor nodig stiften bijvoorbeeld. Ja, ik heb ook reinigingsmiddelen nodig, dat is hier een voorbeeld ervan. Daarom kunnen we mij helpen met een geefactie op www.geef.nl. Daar kun je een beetje geld storten voor mij. Hoe doe je dat? Je gaat naar www.geef.nl. Daar kies je dan geefactie en zoek je voor mijn naam aardswiskunde. Dankjewel, ik wil helpen. Dankjewel, bye bye. Dank nog wel.